Om de inwoners van Amstelveen actief betrokken te maken bij de omgevingsvisie, heeft de gemeente de Babbelbox in het leven geroepen. Met de Babbelbox kunnen inwoners meedenken over de toekomst van Amstelveen. Aanleiding voor de Babbelbox is de omgevingswet die gaat worden ingevoerd, waarschijnlijk per 1 januari 2022. En wij moeten daarvoor een omgevingsvisie maken. Elke gemeente moet dat. En die visie die moet in de toekomst kijken van wat voor stad wil je zijn. Wat voor fysieke leefomgeving wil je daarin hebben. En we willen mensen graag vragen hoe ze daar naar kijken in Amstelveen. De Babbelbox stond de afgelopen weken op verschillende locaties in Amstelveen. Inwoners konden meedenken over verschillende onderwerpen. De omgevingsvisie gaat over hoe wij kijken naar onze fysieke leefomgeving. En dat is heel integraal. Dat gaat dus over wonen, over groen, over gezondheid, leefbaarheid. En we krijgen dus ook heel veel verschillende ideeën binnen van mensen. Dat gaat van, kunnen er extra speeltuintjes komen? Tot, we willen eigenlijk geen luchthaven in de buurt. Tot, we willen meer woningen of we vinden duurzaamheid belangrijk. Dus het loopt heel erg uiteen waar mensen mee komen. Door dit initiatief van de gemeente voelen Amstelveeners zich gehoord. Zij zijn blij dat ze van de gemeente de kans krijgen om mee te denken. Ik dacht aan zeg maar dat er iets meer voor jongeren plekken zijn om te kunnen zitten. Straks zitten ze in speeltuintjes en bijvoorbeeld gaan roken en dan krijgen die kinderen dat ingeademd en dat vind ik best wel slecht en dat is best wel vervelend. Er mogen meer bankjes komen, meer sociale huurwoningen voor de jongeren. En eventueel ook meer groen, dat zou ik ook wel willen zien in de stad. Belangrijk dat er betaalbare en sociale huurwoningen komen en blijven in Amstelveen voor mensen met een laag budget. De gemeente zal de uiteindelijke resultaten meenemen in de omgevingsvisie die de omgevingswet voorschrijft. Deze wet zal zeer waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaan. We hebben best wel veel ideeën binnengekregen en ze zijn heel uiteenlopend. We hebben zo'n 80 filmpjes, maar nog veel meer ideeën al via de website ontvangen. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar we roepen ook mensen op, hoe meer hoe beter. Geef u ideeën over de toekomst van Amstelveen. De Babbelbox staat nog tot 22 mei in Amstelveen.